Nuzeldijn, vandaag de gast bij. Bij Jens, die gaat meedoen aan het WK op Zwift. Je was te vroeg hier eigenlijk. Ja, we waren al een kwartier te laat. Ja, ik was er niet laat, hè. Ik was er niet. De mijne is altijd erop, hè. Mooi. Oh, wow. Voilà. Kom, zet dat geluid allemaal af. Ja, dat wordt ook weer. Tip 1. Dus we gaan beginnen met het opsmukken van... Ja, dat hier een beetje deftig instellen. Wel zit al vast. Ja, hij is al 6 jaar mee. Bam, hè? Dus je moet een Scott kopen. Oei, je kunt precies niet te veel kopen. Ja. Normaal wel. Ik ga gewoon zorgen dat ik 17 ben tegen 9 december. Ja, en dan koopt hij die Scott. En moet ik geen nog benen hebben? Nee, we doen daar niet aan mee. Die platte commerce. Die platte commerce. Je moet wel zien dat je eigen gaat herkennen in de race. Dus, oftewel, wat ik doe is heel hoge kousen. Ja? Maar dan, ja, deze moet toch ook wel iets speciaals zijn. Je moet pakken wat je altijd al hebt willen zijn en niet kunt zijn eigenlijk. Ah zo. Oh, wat bruiner. Ja. Ja, sokken. Heel belangrijk. Dat is hetgeen wat je het beste ziet van als je aan het zwiften bent. Dus je kunt een kleur kiezen en dan kun je nog hier de hoogte kiezen van je kous. Ah ja. Ja, hoe hoger hoe beter, hè? Ja. Goed. Ik zou wel voor oranje gaan ofzo, dat gaat meer opvallen. Okay. We hebben nu aangepast zijn kaushoogte, zijn facial hair, een iets donkere tint. Ja, frame en wielen, dat ging nog niet zoveel. Dan zou hem zijn eigen beter moeten herkennen van achter. En ja, de truik wordt dat van de nationale ploeg. Ja. Volgende stap? Playlist voor de muziek, Linkin Park, dus niks op aan te merken, perfect. En nu, ja, zal ik eens gaan rijden. Ja. Wat ik altijd deed was, mijn klak, dus voetsklaksje, ja. Zweetbandjes, nat maken. En de vriezer steken. Anders moet ik een keer even zeggen. De details van 2K. Figure 8 reverse. 15,5 kilometer. 483 hoogtemeters. En aankomst op een berg van 900 meter aan 5,5%. In Watopia. In Watopia. De gesofisticeerde deelnemerslijst. Wat het eens zo leuk maakt, hè. Ook nog twee mountainbikers die meedoen. Dus ja, ik ben benieuwd. De grootste namen, wie zijn? Uran en Chavez van Colombia. Zijn wel stevige kandidaten. Valgren, Michael Valgren. Tom Pidcock zal ook wel iets goed doen. Jose Vivo en Boas van Hagen. Daryl Impey, ja, dat zal ook wel er kort bij zijn. En dan Lars Förster en Sahu. Daar verwacht ik ook wel wat van. En dat hier is ook wel een dark horse. Jason Osborne, heb je daarvan gehoord? Ja. Dat is een roeier. Ah ja! Hey Jensen, wie doet er nog meer van de Belgen? Victor Kampenaert. Ili Iserbiet. Dan de beste Belgische zwifter, Lionel Vujasin. Dus, Belgisch kampioen, hè? Dus truitje. In. Is hij Belgisch kampioen? Ja. Ah, oké, okay, ja, sorry. Trui moet uit. Ik, ja. Chance dat we nationale ploegkleren hebben. Ah ja, zwaar. Nou, we gaan straks een koers rijden. En dan kan ik zien hoe goed hij is, hè. Hier is hem. Juist voorbij.
misschien moet ik ze een spin-off doen, want het is zo wat hoog van wat daar is. Stress is dat. Spin. Nou, we hebben nog een half uur, hè. Nou ja. Dat begint, hè. Daar komen de stresskaartjes, hè. Je moet wel zien dat je ook redelijk van voor zit, maar alleen op de goede momenten. Ja. Dus je gaat één keer achterkant van de klim oprijden, denk ik. Eén keer al voorkant. Ja. We passeren bij die, waar de finish is, passeren we één keer op voorhand. Ja, jawel. Dan gaat het echt. Dan gaat het ook echt al moeten vol een bak. Ja. Rijden gewoon voor er niet af te liggen. Ja. Want dat gaat heel erg op scheuren. Je gaat altijd wel nog kunnen terugkomen, maar het is beter dat je mee, dat je mee bent van voor, ja. Klaar? 5 seconden, hè. Voilà. Je moet gewoon van die steiger afrijden, maar je zit al red op top, dus. Ja. En nu pak zetten, hè. Ja. Het is altijd goed, hè. De eerste keer is diep aan vandaag. Je moet overblijven. Van die pijltjes. Automatisch nog wel. Je moet nu een beetje zien. Je hebt nu zo'n bolken. Ja. Goed traag. Met hoe weinig vermogen. Ga je eigenlijk nog mee zijn. Ja. Zijn we mee? Ja. Oké. Okay. Kom, mijn kop begint toch wel. Gast, ik heb al. Ik heb al tegenlopen, dus ik. Maar in je keil moet dat er nog veel zotter zijn dan. Ja, maar je hebt dus een airco-systeem. De lucht. Dat stopt de lucht al. Maar dat komt er niet meer uit, hè. Ja, voilà. Tablet, oud. Leuk. Kun je beginnen coachen dan, ja, hè? Maar eigenlijk speler coachen. Kom aan, Jens. Het is op 500 meter. Ja, paniek. Terug in gang, kom op. Dat kan nog, geen paniek. Je hebt nog tijd. Trek hem maar in gang. Kom dat goed, je trapt veel meer vermogen dan iedereen. 10 watt een kilo. Meter. En nog even stijl, dat ze niet zien wat is. Vermogen van de weg. Niet aan te doen, man. Parketje, ja. Dat is dat nog wel. Ja, maar ik gaf altijd, ik gaf 80 watt als jij aan het rammen was. Ik weet het wel, hè. Ja. Spaar het op voor het WK. Je moet zo zien, iedereen denkt nu dat je sukt, hè. Ja, ik denk dat was dat van een rare. Die demareerde met een kilometer van de meet. Die stopt met trappen. Beginnen bij het begin. Hoe beginnen we het begin? Van de tips. Ah ja, 5 seconden voor de start in gang trekken. Dan u goed in het bolken houden. En zien dat je u niet te veel naar achter laat zakken, zeker als het bergop gaat. Het WK zeker niet te zot doen, want het gaat toch op die laatste klim aankomen. De bergjes altijd proberen om zo ver mogelijk van voor te zitten, om boven te scheuren. En dan de juiste power-up hebben voor je eindsprint. Ja, goed. En zien dat de batterij van je tablet opgeladen is. Ja, zien dat de batterij opgeladen is. Zien dat uw rol goed geconnecteerd is. Ja. En niet vergeten eten en drinken. Nu is niet te eten en drinken. Ja, doe, merci guys, voor de tips. Alsjeblieft. Jens, als je wereldkampioen wordt. 8000 euro zeg ik. 8000 euro zeg ik. Ik wil wel zeggen, ik stuur je dat truikje op, gesigneerd. We vermelden dat in de podcast. Ja, wel veilig, ja.